Hoi, leuk te kijken naar deze video. Welkom bij deze shoplog. Ik ben een beetje losgegaan weer in de winkels. Het was natuurlijk lekker weer, dus ik dacht ik moest alleen maar even mijn wimper laten bijvullen, want dat heb ik gisteren gedaan. En ik werd vanochtend wakker en dit gedeelte miste gewoon al. En dacht ik, dat vind ik jammer. En ik had gisteren voor mezelf al wat gekocht, zo maar één ding. En dacht, nou, dat is nog niet de moeite. Maar Brooke ging mee naar de winkels, want ze wil graag een squishy. En zei, ja, dan moet je even mama wachten tot de wimpers klaar zijn. Duurt misschien een kwartiertje en dan kunnen we gaan. En toen liepen we langs de Shoebie. En toen zagen we een leuk setje voor het kind. En vervolgens heb ik al 1,5 uur in de Shoebie rondgelopen. Om dingen aan te geven aan haar. En het was helemaal feest. Dus we hebben een Action Hall, een Shoebie Hall en een Veramode Hall. Allemaal in één video. Ik zal onderin de omschrijving aangeven vanaf welk tijdstip je welke kleding gaat zien. Dat zal ik even hierbij zetten. Mocht je het willen, maar beneden heb je zo'n stem dat je deze kant op kan gaan. Zoals altijd wil ik jullie vragen, als je dit soort video's leuk vindt, deze video dan een duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de Action. De Action had weer echt alles voor de lente. Waaronder, hoe noem je dingen? Kites? Vliegers? Dus we hebben er twee. We hebben een prinsesse en een superhero. Hoe lekker stereotyperisch is. Ze waren 1,50 per stuk, ongeveer om en nabij. Dus ik heb er twee meegenomen. Die dingen die last never. Dit is echt once and you're done. Maar die kinderen vinden dat super leuk. Dus dacht, als dan een keertje dat er echt denkt, nee, er staat een windje, kunnen we dat buiten doen. Ik heb ook dit soort. Dit zijn Princess Mold Make and Paint. Deze waren ook 1,49. Dus ik heb er twee gekocht van deze. Omdat ik dacht, ik weet niet of dat de oudste dit nog zo leuk vinden. Als ze het niet leuk vinden, dan kunnen we het ook altijd nog een keertje doen als een kindje komt spelen of zo. Dat is ook helemaal prima. En natuurlijk ook voor de jongens weer superhelden. Het staat me een beetje tegen dat het voor mij altijd prinsessen is en voor de jongens altijd superhelden. Maar goed, je wilt ze het ook wel te doen geven. Dit kost natuurlijk geen rol. Ik heb een klein cadeautasje, want vanavond gaan we naar de verjaardag van mijn oom. Die wil graag een envelopje met centjes. Dus dat kunnen we wel leuk hierin doen. Ik heb ook confetti slingers, serpentines. Die kan je zo uitrekken. Ik ga er daar, denk ik, 1, misschien 2. Ze zijn 4 meter in dit tasje. Ik ga er even een aantal gebruiken. Wat niet opgaat, gaat gewoon in de birthday box. Komt allemaal goed. Brooke heeft een heleboel van dit soort zooi in mijn tas gegooid. Of in het mandje. Brooke is echt een meisje. Dus alles wat self-care is, alles wat ze leuk vindt, dat is gewoon. Dus we hebben, het kost natuurlijk ook geen rol, ik geloof 89 cent. Een face sheet mask. Cherry. Een face sheet mask Camilla. En een face sheet mask Bamboo. Vindt ze hartstikke leuk. Om dan als ze bijvoorbeeld filmavond hebben. Of als ze lekker in bad zit. Dan doet ze dat op haar gezicht. We kunnen allemaal een voorbeeld aan Brooke nemen. Gisteren hadden we wel filmavond. En toen had Brooke deze in het paars. Ze hebben er naar mijn geweten allemaal ooit eens eentje gehad. Oh, hij stinkt wel. Hij ruikt echt naar rubber. Maar ik weet dat er een gele nog ergens in huis is. Maar die is wel een beetje kapot. Daar hebben ze echt dingetjes van afgelopen trekken en doen. En ja, hier waren ze dus allemaal onze beurt mee aan het spelen. En Lohan vroeg toen, mam, als je nog eens een keer bij de winkel bent, wil je dan die voor mij meenemen? En ik was toevallig in de winkel. En ze hadden ze bij de Action. Dus ik geloof 2,29 wil ik zeggen. Zoiets. Hij koos een oranje uit. Hij was niet mee, maar we hebben even gefacetimed. Want ze hebben echt allerlei kleuren. Ze hebben ook allerlei formaten. Ze hebben een bal, maar ze hebben ook zo'n slinger. Kinderen vinden dat geweldig om mee te spelen. We hebben wat sieraden. Ik kwam er gisteren achter dat mijn gouden hoops. Ik heb ooit zo'n pakket gekocht met allemaal verschillende soorten gouden klikhoeps. En ik had 2 verschillende maten in. En ik kan dezelfde maten niet meer vinden. Dus deze. Ik geloof 3,39, zoiets. Nou zijn deze best wel groot en zwaar. Dus vermoedelijk alleen deze gaan gebruiken. En die misschien als het echt zo'n fout feest is.
Brooke had deze vast. Ja, mama, mag ik die alsjeblieft hebben? En toen dacht ik, het kost 99 cent. I don't care. Heb het leuk. Oh, we hebben nog een face sheet naast. Want waarom niet? En deze zag ik zelf. En die vond ik wel heel erg leuk. En toen dacht ik, dat was wel veel goud. Dus dacht, dan kan ik die aan de andere kant doen. En ik heb, dat ga je zo zien, iets heel erg leuks voor vanavond gevonden. Kan natuurlijk vaker aan, maar ik dacht, oh, dat is leuk als ik dan morgen naar een verjaardag moet. Dus dat heb ik gekocht. Dat lijkt me er ook heel erg leuk bij. Een beetje wat grover armbandje. We hebben ook nog verjaardagskaarten. Van harte gefeliciteerd, face-based proost. Hoezé, alweer een streepje erbij. Gewoon verjaardagskaarten. Ze hebben niet altijd hele leuke bij de Action, maar nu deze vond ik op zich wel oké. En dat is altijd handig als je een verjaardag hebt of een... Die kinderen hebben natuurlijk om de havenklap een kinderfeestje. Je flikkert er zo'n kaart bij. Die kinderen kijken toch niet naar die kaart. Helemaal leuk. Voor vanavond. Ik heb al gezien. Ik denk dat het of deze gaat worden. Doet hij het pakken? Die. Of misschien die of zo. Nee. Anyhow, hartstikke leuk. Dus. Toen zag ik, toen we naar binnen liepen op het reclamebord, dat ook de banana masks. Of de, weet het? Ja, banana's heet het volgens mij. In de aanbieding was voor €1,11 per stuk. Dus ik heb een banana's hair masker. Voor degene die nog de curly girl methode volgen. Deze is echt ook CG proof. En dat geldt ook voor de shampoo. Die was nu ook €1,11. 1,11 was allemaal. Waarom focus je niet op dit? Focus. Ja, kijk. Helemaal leuk. Dus die hebben gekocht. Ik heb ze aan het twijfelen. Ik zal er gelijk dubbel meenemen. Maar ik wil eerst even kijken. Want ik zelf gebruik niet echt meer de Curly Girl methode. Ik was een condition en was met Olaplex nu. En ik weet niet precies wat dat helemaal CG is. Overigens is dit nu gewoon blowout. Dus, I don't know. Ik ben er niet meer heel erg actief mee bezig. Maar voor Logan, die echt nog wel van die pijpenkrul op zijn hoofd heeft, is het misschien wel heel erg goed om dat te gebruiken. En dat was het voor de Action. Dus meer dan genoeg. Want we gingen er binnen om te kijken voor een squishy, wat we overigens niet gevonden hadden. Hebben we überhaupt helemaal niet gevonden. Dan gaan we nu verder met de Vero Moda Hall. Ik ben geslaagd voor zowel Logan als voor Brooke. Dus dat is eigenlijk altijd. Want ik vind dat ze daar super leuke kleding hebben. Ik ben sowieso niet heel erg grote H&M CNA fan voor de kinderen. En alles daar buiten. Dus ja, als je echt zeg maar, niet naar de CNA te H&M gaat. Heb je in onze stad niet heel veel anders als merkkleding. Dat wel gauw duur wordt. En nou is het ook niet allemaal even goedkoop. Maar het is even net wat anders. De merkkleding in de stad hebben we het echt over Chanel. En Dior en Gucci. En dat vind ik toch wel een beetje erg veel. En ik kan wel alles van Zacht of van Binozi of van Jewel of zo bestellen voor Logan en Brooke. Maar het is ook wel eens leuk om gewoon in de winkel te kunnen passen. Brooke deed het echt super leuk. Die heeft echt anderhalf uur lang in het eentje in een hokje gestaan. Die was helemaal in de element. We beginnen dus bij Logan. Ik zag deze, dit overhemdje. Het is eigenlijk een soort van blouse. Hoe zeg je dat? Vestje. Want het heeft echt allemaal die dikke knopen. Ja, gewoon poep. Maar ik zag die hangen en ik zag hem op de pop hangen met dit felgroene t-shirt. En toen dacht ik, oh, dit gaat dat kind zo leuk staan. Kijk hoe leuk. Nou, dat is toch hartstikke cute. Dus ik dacht, dat gaan we doen. Lichtblauw staat hem ook super leuk. Het t-shirtje is €18. Denk je voor een simpel t-shirtje, maar er zit nog een klein detail aan. Anders, ja. Het is dat het er zo goed bij past, anders had ik gezegd van joh, ik ga bij de CNA kijken voor een simpel groen t-shirt. Ik heb alles voor hem in 146-152 gekocht, omdat hij toch wel aan de stevigere kant is. Meestal valt Shubi vrij ruim, dus ja, hij zit in 134-140. Dus dit, ja, hier kan hij echt nog wel even in groeien. Dat is op zich niet erg. Ik vind het ook leuk als wat baggy hier staat, omdat hij vrij groot ook is. Dus dit is een leuk setje voor hem. Oh, het blouseje is trouwens €30. Dat is gewoon gehaald. €30. Het is super warm. Het is niet echt omdat het vlies. Het is niet zacht. Maar het is wel warm. Dus dat is voor voorlopig nog wel even goed. Want er zijn natuurlijk wel lentekleurtjes. Maar zo warm is het nog niet. In nog meer lentekleurtjes, maar het is nog niet zo warm, heb ik ook een trui voor hem gekocht. Die vond ik ook super leuk.
Het is gewoon een simpele, eigenlijk gewoon een simpele trui. Dit is, het is zo'n doorloopzak, dat vind ik altijd leuk voor Lomen. Vindt hij leuk. Met een capuchonnetje, dat vindt hij ook altijd fijn. Waarom, weet niemand, maar dat draagt hij dan op zijn hoofd. Niemand vindt dat lekker zitten, maar hij wel. En deze was 35 euro's. Het is de BM Rock Hoodies Large. Dus hij hoort ook een beetje baggy te vallen. En ze hadden ook een leuke sale going on van 2 spijkerbroeken voor 59 euro. Daar staat hij. Dus ik heb deze spijkerbroek voor hem meegenomen. Want een jongen kan nooit genoeg spijkerbroek hebben. Zeker niet die van mij. Want volgens mij kruipen hun op schoolplein. Ik weet het niet, maar het is verschrikkelijk. En ik heb dan ook deze gelijk erbij gekozen. Dus een wat lichtere en een wat donkere. Dit is een tapered fit. En die andere is een slim fit. Nou vind ik eigenlijk bootlegs het leukste bij Lomen staan. Iets wijder lopen aan de onderkant. Maar daar hadden ze alleen maar heel donkere van. En hij heeft wel genoeg donkere broeken. En met het oog op dat het uiteindelijk toch wel een keer warm weer gaat worden. Normaal zijn deze broeken 34,99. En deze was normaal... Want hij überhaupt nog een kaarsje had. Nee. Ook 34,99. Dus dat zijn bij elkaar 69 nog wat. Bijna 70 euro. En nu dus voor 59. Het is maar een kleine score, maar het is wel een score. Dus die is weer lekker in zijn spijkerbroek. En ze hadden ook zo'n soort deal met de t-shirtjes. Dat was 2 voor 20. Dat scheelt echt niet zo heel erg veel. Kijk, dat is... Ja, 2 voor 20. Maar 1 zo'n t-shirtje is normaal gesproken gewoon 11 euro. Dus dat scheelt maar 2 euro. Maar ik dacht, ja. Dan heeft hij toch wat. Ik heb deze voor hem gekocht. En dan zit dit dan op de achterkant. Dat vond ik wel grappig. Het is een soort van Access Denied. Beetje computer whiz, nog wat. En deze. Ro was hiervan onder deze niet zelf onder indruk. Maar ik vind hem toch wel even leuk. Gewoon net even wat anders als gewoon een simpel wit of een simpel blauw t-shirtje. Dat was alles voor Logan. En dan gaan we verder naar die van Brooke. Brooke heeft echt, ja, she sold the show. Dus dat in het pashokje en heeft denk ik wel 25 kledingstukken aangehad. Waaronder 4 van dit soort broeken. Dit is een roze flare pant. Met een beetje een ripje erin. En die heeft ze in het roze gepast, in het lila paars, in het groen en in een patroontje. Dat patroontje ga ik jullie laten zien. En dan snap je misschien ook waarom precies die kleuren. Hoe cute. Dit is een topje. Het is wel een beetje, ja, het is zeg maar hier open. Dus moet wel eventjes iets onder. En het is een klein beetje krop. Maar het is echt alles. Echt alles is nu krop. Dus het is gewoon een simpel, nee, het is niet simpel. Het is gewoon superleuk. Zeg nou. Maar het heeft roze, het is een beetje crème basis. En het is dan roze, zwart en groen. Dus ze heeft inderdaad ook echt dit kleurtje groen gepast. En dan, ja, dit is zeg maar deze kleur roze. En die lila, die hoort bij een ander shirtje. En, welke kleur is er meer pas? Groen. Oh, en deze kleur zelf. Ze had, dit hadden ze ook nog een patroontje van. Maar die hadden ze niet meer in haar maat. Ze hadden ze maar 134. En ze heeft van broeken wel 134. Alleen niet bij de Shubi. Want bij de Shubi vallen ze, ja, valt gewoon ruim. Dus ik dacht, dan hebben we deze. En die kan ze dan matchen met die. Maar ze kan hem ook matchen met het korte broekje. Omdat ook een kort broekje was een optie. En ik geloof ook een rokje. En dit was er ook nog in een soort van omslagvest of zo. En dat is dus nog eens een flare broek. Echt, ik dacht, dit is ook leuk bij elkaar. Je kan het niet eens zien. Zo, dat is natuurlijk ook super schattig. Zo'n mono, het is niet mono, maar ja. Hetzelfde patroontje. Dus dan heeft ze een kort broekje erbij. Maar, ze heeft ook dit t-shirtje. Vond ze ook heel leuk. En daar kon ze dus deze. Ja, die kan ze überhaupt ook bij aan. Want kijk eens hoe leuk. Dat is ook een beetje hetzelfde. Maar ze hadden dus in dit paars, maar dan zonder de glitter, ook zo'n flared pants. Dus die heeft ze ook aangehad. Maar toen had ik wel zoiets van, oh, nou moet je wel gaan kiezen. En toen heb ik zelf gezegd, doe dan de roze maar. Want die past ook bij deze. En dan past dit ook bij elkaar. Leuk. Helemaal leuk. Maar toen dacht ik, dan kan ze alles combineren.
Alleen dit shirtje, ja, je kan het ook gewoon op een normale spijker doen. Dat zou kunnen. Maar we zijn heel koopgraag blijkbaar. Dus ze heeft er ook dit rokje bij gedaan. Super schattig. Ik zeg overigens nergens de prijs van, ga ik zo doen. En dat kan ze ook hierbij, oh, leuk, zo cute doen. Maar toen dacht ik, ja, als ze dit shirtje bij dat heeft aangedaan, is het ook leuk om wat anders erbij te doen. Want dat zal ze lekker aanpassen. Dus heb ik een simpel tanktopje. Voor onder dit leuke truitje. Want de truitjes is, ja, het heeft allemaal die kleine gaatjes. Kijk. Kun je dat zo zien? Allemaal kleine gaatjes. Dus dan kan ze het topje daaronder doen. En dan kan ze het ook op het rokje doen. I know, ik ben super verslaafd aan broek aankleden. Maar het is ook gewoon zo leuk. Want ze wil alles passen. Ze heeft best wel een goede mening van, oh, dit vind ik niet zo leuk. Oh, deze zit een beetje strak hier. Of, oh, deze zou ik leuker vinden als die kort was. Of, oh, deze zou ik leuker vinden als ik er een vestje bij had. En dat maakt dat ik het heel leuk vind om te winkelen met haar. En ze wilde alleen in het pashokje. Dus alles wat ik haar liet zien, heeft ze ook echt gepast. Ze heeft ook nog een andere trui gepast. En nog een vest. En haarbanden erbij. Het was helemaal te gek voor woorden. Dit was het ook. Ik moest even checken. Deze was... het is trouwens allemaal 122,28. Want het valt best wel groot. Deze was €30. €29,99. Zo'n simpel topje is €8. Ze heeft hem overigens ook in het groen. Dit groen. Die heeft ze vorige keer meegekregen van mij. Dus die kan ze eventueel ook hierbij gebruiken. Als het heel warm is, kan ze dat dus op deze... Nee, nu ligt op die kant. Dit broekje aandoen. Dat groene topje. Gewoon een spaghetti topje. Dit broekje is €24,99. Is dus gewoon eigenlijk net zo duur als een gewone broek. Ik zie jammer weer. Dit topje was ook €24,99. Deze broek was het volgens mij ook, ja. Deze broek is ook €24,99. Oh my god, ik moet echt meer gaan werken. Zo sneu. En dit t-shirt was... Oh, dat is stom, dat heeft ze niet gezegd. Dit was €2 voor €10, of €2 voor €20. Als ik dat had geweten, had ik er nog wel even een shirtje bij uitgezocht. Maar goed. Oh wel, deze was dus €11. Dat was alles voor Brooke. Dan heb ik ook voor mezelf wat. En dat was van de Vera Moda. En je gaat echt een patroon ontdekken. Wat de kleuren zijn. Blauw. En paars. En oranje en roze. Het is allemaal een beetje de felle kleurtjes. Dit is een blauwe blazer. Kijk eens hoe cute. Super cute. Het is een beetje het hele zachte materiaal. Het is echt super soft. Je kan het niet zien, want hij wil niet. Juist, echt super soft materiaal. En ik heb het alles in een L, zodat het een beetje baggy valt ook. Dat is de bedoeling uiteindelijk. Dit is de Pop Trash Life Long Blazer Grape Mist. En die was €60. Dan denk je, maar dat is super veel geld voor zo'n blauwe blazer. Maar die blauwe blazer, die gaat volgens mij nooit out of style raken. Want... ga je ook gewoon op een spijkerbroek doen. Of op een zwarte broek. Of op een witte broek. Je kan er van alle kanten mee op. Maar dat is niet hoe ik het heb bedacht. Wel nee. Ik heb het veel kekker dan dat bedacht. Ik word echt oud als je het woord kek gaat gebruiken. Ik heb ook een blauwe pantalon gekocht. In precies hetzelfde kleur blauw. Het heeft ook echt van deze... shrinks. Koorts. Want het is een beetje een joggingmateriaal. En je kan het daar niet aan... Ja, je ziet het misschien een beetje eraan af. Maar ik vind niet dat je echt denkt van... Oh, nou, dan kom je in je sweatpants aanzetten. Hoe cute. Hij is ook echt gewoon straight leg. Dus met een grote grove gimp eronder. Helemaal leuk. Hij flat zelfs een heel klein beetje. Maar ik dacht, hoe cute is dat? En dat had ik gisteren aan, maar vandaag niet. Met een wit t-shirt. Dit is een beetje crème. Maar ik heb ook echt zo'n wit t-shirt dat een beetje dikker, gladdere stof is. Ik zei van, goh, heb je er toevallig een wit t-shirt onder? Toen zei ze, ik heb alleen het oversized Snow White top. Die was 13. Dus deze is mijn S'je. Maar dat gaat echt makkelijk passen. Je zou natuurlijk ook een blouseje op kunnen doen. Maar ik wou wat meer downdressen in plaats van updressen. Beetje heel, ik wou het niet zo classy maken.
Maar ik dacht, het is dan super leuk met wat grovere gouden ketting. En dan een beetje zo. En dan gewoon op mijn sneakers. Ik vond het een leuk idee. Het broekding was overigens. Dit is de straight split pant. Ook een great mist. 40 euro. Ik heb overigens wel, ik heb de maat 32 genomen. Want ik dacht, dan hangt hier nog wat soepeler om mijn dikke billen heen. Oh, ik snap waar nu split is. Er zit een split aan de onderkant. Haven't seen it. Maar hoe cute is dat? Dus ik dacht, ik doe deze aan vanavond. Dan kan Brooke waarschijnlijk die roze broek aandoen met dat t-shirtje. En Logan die kan ook dat overhemd met dat groene shirtje. Dan zijn we toch helemaal in zomerse kleuren. Want dat zien ze overal nu. Deze kleur blauw. Want eigenlijk is dat bijna dezelfde kleur blauw als Logan's. Moet je kijken. You cannot spot the difference. Dus dat is echt helemaal nu hip. En anders is het echt oranje, lila, roze, blauw en groen dus. Dat je overal ziet. En daar ben ik best wel blij om, want ik hou wel van mijn kleurtje. Krijg ik echt zin in de zomer. Dat was het voor deze shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben ook erg benieuwd waar jullie je kleding kopen. Want de Shoebe is echt wel de kledingwinkel voor die kinderen. Maar zelf ben ik nog echt wel een beetje zoekende. Dus elke tip is welkom. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je dit soort video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doeg!